Beginnen we. Ja, vandaag een filmpje over iets heel anders. Een gereedschapskoffer. Wat voor gereedschapskoffer? Deze gereedschapskoffer was een vraagje van een kijker vorige week. Heb ik er toevallig eentje zelf? Welkom bij Harry de Ferryman. Ik ben Harry. Vind je dit soort filmpjes leuk? Duimpje omhoog, wil je er meer zien? Abonneren, belletje aanklikken, word je op de hoogte gehouden. En nu snel verder met de gereedschapskoffer. Het is een koffer van Kraftwerk. Die heb ik in mijn eigen auto liggen. Die goed opgelet hebben, die hebben gezien dat ik een blauw... Ja, ik noem het een blauw autoke. Maar een bestelwagentje heb. Gewoon puur omdat ik reed voor YouTube, reed ik erg veel. Wij hebben maar één auto, want die witte auto, die is van het werk. Daar redde helemaal niks aan dat ding. Mag je privé niet meer rijden. Dus die staat ook de meeste tijd gewoon op het werk. Als ik dienst heb, heb ik hem nog wel eens bij thuis. Maar dat komt gewoon omdat ik daar weg moet. Zit een gereedschapskoffer in. En nu doet het geval zich voor. Adje, die heeft de andere week dienst. En dan is die witte auto vaak weg. En ik kom wel eens op een pond, moet ik iets sleutelen. Had ik niks. Ik zeg, Ad... Als je eens ergens komt, een goede koop gereedschapskoffer meenemen, dat ik toch iets kan maken. Kwam je met deze aan. Dus die heb ik nou in mijn eigen autootje staan. Zodat ik, als ik op een pond ben en er is een kleinigheidje kapot, kan ik hem maken. Maar we gaan hem snel openmaken. Koffer, ja, is een koffer. Is hij sterk? Weet ik niet. Ik heb hem pas een week. Zoiets. Dus hij heeft nog niet heel veel meegemaakt. Dus maar de hoeken zijn goed beschermd. IJzer, de indruk, hij is goed te tillen. Daar zit van alles in. En ik denk dat jullie daar nieuwsgierig naar zijn. We gaan hem gewoon eens openmaken. En eens kijken. Zo, hij is open. Dit zit er in de deksel. Hij zit goed volgepakt. Heb je het allemaal nodig? Waarschijnlijk zijn er sommige dingen die je maar heel af en toe gebruikt. Maar wel makkelijk om bij te hebben. We gaan hier eens bovenin kijken. Een vuil. Ik vuil nog wel eens. De meeste niet. Maar ik pak hem nog wel eens bij. Zeker als ik geen sluiptol bij heb. Of als het maar een kleinigheidje is. Is het sneller als een sluiptol in de meeste gevallen. Sleutelmakervuiltjes. Doen we dadelijk nog wel eventjes naar kijken. Een simpele ANP-tang. Je kunt er een eindadrultje en een ANP'tje mee aanknijpen. Voor nood. In mijn gewone koffer, in de witte wagen, in de Nissan. Daar zitten officiële ANP-tangen in. Een zaag, een plamuurmes. Kun je een pakkentje mee afsteken of iets. Kabelschoentjes. Een schuifmaatje. Een lampje. Reserveafbreekmesjes. Voor het afbreekmes hier in busjes. En dan was het wel zo'n beetje wat erin. De deksel zat. Sommige dingen die halen we er wel uit. Ik ga hem eens goed bekijken. En nu gaan we eens kijken naar de eerste laag die erin zit. Dit is de eerste laag. Die zullen we er eventjes uitpakken. Een tang. Die gebruik ik nog wel eens voor... Kabelbinders mee af te knippen. Mooi glad dat je je rijgen niet aan open haalt. De gewone waterpomptang. Een punttang. Kniptangetje. Een nijptang. En de waterpomptang. Kwaliteit is natuurlijk niet hetzelfde als van Knipex, wat ik in die andere koffer heb zitten. Maar daar is het ook niet voor. Het is om zomaar eens een reparatie te kunnen doen. Hè. Barcootje, al te makkelijk, gaat tot de 30. Een potloodje, dit is niet het originele potloodje. Dit is een potloodje van Lastcentrum. Een zilver streak, makkelijk om staal af te tekenen. Die heb ik erin zitten. In principe zat er gewoon Timmermans potloodje in. Hier heb je een bijtelsetje en een doorslaggezet.
ook altijd makkelijk om te hebben. Kijk, een doorslagje. Centerpunt, buideltje. Ja. Het is dat je wat kunt onderweg. Hier zitten bitjes in. Zullen we eens openmaken. Zitten torkjes in. Er zit van alles bij. Kleine schroevendraaiertjes. Het is zeg maar het kleinere spul. Kun je gewoon een bitje in doen. Dan heb je een klein schroevendraaiertje. Je kunt hem nog uitschuiven. Altijd makkelijk om bij te hebben als je een keer aan dat kleinere spul zit te schroeven. Het zit netjes opgeborgen. Het zit of mee hier net als met klittenband vast, zodat het er niet uit kan vallen. En is het niet nodig, dan zit het er niet mee vast. En dan gaan we eens naar die lager onder kijken, want er zit nog meer in. Steekringsleutels zitten erin. Ieder heeft zijn eigen vakje. Van 22 tot 8 zit erin. Een rolmaat zit op een ijzeren clip. Dan zitten de schroevendraaiers in. Twee grotere platten, ster, torx grote, kleintjes. Er zit echt... Ja, je kunt er gewoon mee uit de voeten. Zo, ging er lastig in terug. Dus je kunt iets losdraaien, iets vastdraaien. Een spanningszoekertje zit erin. Ja, ik heb er van mijn eigen, ik heb zo'n goede koper meter had ik liggen. Die heb ik er ook in gegooid. Ik zeg, daar kan ik altijd nog iets meten. Als het elektrisch is, dan hebben we nog een laag over. Hier lag dus die meter. Hier heb ik de meetsnoertjes liggen. Dat is niet origineel. Dat is omdat ik toch iets meer elektro heb. Hier heb je een leuk doppersetje zitten. Een hamer zit erin. Nog wat bitjes. Ook dat je ze in de schroeftol kunt zetten. Hier heb je nog een verloopnippeltje. Van schroeftol naar dopje. Leuk compleet setje. Tot dop 32. Dus dat is best groot. En dan hier tot 13. En dan gaat je hier weer van 14 af. In de kleinere. Dus. Een bougiesleutel. Grote, kleine. Wat verlengstukjes. Doppersetje heb ik nog niet gebruikt. Hij klinkt goed. Maar ja, dan moet zijn eigen toch in praktijk uitwijzen hoe het werkt. Grote ratelok. Heb ik er ook nog niet uit gehad. Ja, het geluid is goed. Maar hij moet zijn eigen in praktijk... Knop indrukken, zit hij erop vast, de dop. Knopje indrukken, is de dop weer los. Bij heel veel van die sleutels is dat tegenwoordig zo. Een hamer, meest gebruikte stukje gereedschap. Dus ik weet niet hoeveel gram dit is, ik heb meestal een half kilootje. Deze is iets lichter. 300 gram. Dat is meer een glashamertje voor mij. Een waterpasje, meer magneetstripje eronder. Allemaal, er zit een hele hoop in. En als je dan kijkt wat zo'n koffertje kost, dan valt er alles mee. Ik heb hem niet dagelijks nodig. Had ik hem dagelijks nodig gehad, dan was het een ander verhaal geweest. Hier is ook nog wel zo'n leuk dingetje. Uitschuifbaar magneetje als je iets ergens tussenin laat vallen. Overkomt mij nooit. Ik gebruik zo'n ding heel vaak. Ik heb alleen zo'n grijpertje meestal bij. Zo'n derde vingertje. Een paar kleine inbusjes nog los. Ja, leuk setje om een beetje mee te hobbyen.
Had ik dit setje nog, zei ik. Die vuiltjes. Zulke soort vuiltjes, die sleutelmaker vuiltjes, die gebruik ik regelmatig met het pielwerk dat ik heb om nog iets pas te maken. Die zijn gewoon makkelijk, die zitten er ook in. Dus alle soorten maten, vierkant, driehoekig, rond, plat, half rond. Heel setje. Kraftwerk, ja, het merk zegt me helemaal niks. Maar dat maakt niet uit. Zo, vuiltjes weer terug. Hats, flats. Net als een ANP-tangetje, ja. Het is zo'n simpel ding. Je kunt er boutjes mee afknippen. Ja, het is een ding. Je kunt je eigen ermee redden. Als je vanuit iets wilt maken. Gewoon in mijn werk gebruik ik deze. Deze is dan voor blanke schuifjes. Die heb ik verschillende maten en zo. Dit werkt fijner. Maar dit doet hetzelfde. Alleen met die andere tangen, ja, weet je zeker dat het vast zit. Omdat ze op een moment staan, die klikken pas open als je hem echt goed aangeknepen hebt. Dat is bij deze net iets anders. Plamuurmesje, ja, makkelijk om een pakkentje los te steken of iets. Ja. Waar zit hij nou? Oh, zo zitten. Het zaklampje. Zit er geen batterijtjes in als je hem koopt. Hij zal het slechter laten zien hoeveel licht dat ding nou geeft. Maar is het per ongeluk donker? Makkelijk om bij te hebben. Ja, afbreekmesje. Ook altijd makkelijk. Ja, ik ben een messenliefhebber. Dus ik heb altijd gewoon echt mes bij ook. En veel meer kan ik hier niet over vertellen. Ik heb er pas een paar keer mee gewerkt. En dan doet je het gewoon. Ja, en dan moet je je niet voorstellen. Dat zo'n tangetje dezelfde kwaliteit heeft als een kniphekstang. Kan ik wel eens pakken. Kijk. Kniphekstang, ja. Deze is ook al wat ouder. Doet het altijd. Deze, ja, ik weet het niet. Maar hij knipt. En dat is het voornaamste. Als je niks bij hebt, dan is het niks. Dat is net een combinatietang. Ja, hij voelt goed aan. Maar ik hier thuis gebruik altijd een kniphekscombinatietang. Dat wil je niet geloven. Deze is nog van het gereedschapssetje, waar ik op de LTS kreeg, toen ik elektro ging doen. Is ook van Kniphex. Die is gewoon al, moet ik eventjes tellen. Die heb ik gekregen toen ik 14 was. 36 jaar oud die tang. Gewoon altijd mee gewerkt, hè? Mee gebeund, mee gedaan. Die knipt nog, hè? Niet kapot. Maar daar betaal je wel een stuk meer voor als zoiets. En die helpt je ook uit de brand. En dan moet je je voorstellen, die kniphekstangen, ja, ik gebruik ze. Deze heb ik professioneel gebruikt, nu gebruik ik ze thuis. Dus hier heb ik, met deze ook, daar heb ik huisjes mee geïnstalleerd. De sluitingen die erop zitten, gewoon degelijk op slot zetten. Doe ik hem nooit, nergens voor nodig. Handvat, zit lekker vast, maak je hem dan open. Blijft goed openstaan, dat is stabiel. Deze plaat kun je hier aan vastzetten op twee standen. Of dat hij helemaal mee open gaat of dat hij een beetje zo blijft hangen.
Maar ik heb hem gewoon los liggen, want het mooie is, dat doet de koffer voor mij niet. Deze zet je omhoog en die blijft omhoog staan. Dan kun je toch hierbij. Koffer die ik in de Nissan heb zitten, moet ik dat per se vastzetten. Dus bij deze niet. Kun je overal bij. Dicht. Voelt goed aan. Zullen hem eens omdraaien. Staat er weer de kraftwerk op. Dus hartstikke leuk ding. En veel meer valt hier niet over te vertellen. Er moet mee gewerkt worden. Zit ook nog een hengsel bij. Heb ik al weggedaan. Dat gaan we toch niet doen. Ik draag hem altijd aan het handvat. De hengsel blijft overal achterhangen, vind ik. En ik hang hem niet om de schouder. Voor het geld wat dat ding kost. Heel leuk koffertje. Kunt er van alles mee. Mocht er ooit eens iets kapot gaan, kun je er altijd nog professioneel gereedschap in doen. Maar ik denk, zoveel dat ik hem ga gebruiken, dat er niks kapot gaat. Het is gewoon dat ik iets heb, als het nodig mocht zijn. Nou, dat gebeurt niet alle dagen. Dus, en als ik echt wel een grote sleutelklus heb, dan heb ik natuurlijk de Nissan. En om de anderste week heb ik hem sowieso. Ja, en meer kan ik hier niet over vertellen. Ik meen dat die €250 kost. Weet ik niet zeker. Ergens in die buurt. Je kunt hem op veel plekken krijgen. Het ding heet Kraftwerk, artikel nummer 1050. Ja, ik weet niet meer wie het ernaar vroeg. Het is vorige week gevraagd. Ik heb hem wel geantwoord. Ik ben de naam vergeten. Maar ja, de vraag is over mensen waar mij. Maar omdat ik er deze toe moest wel lachen. Die heb ik liggen en ik dacht van, ja, daar maken we er een filmpje van. Wie weet zijn er meer mensen die het leuk vinden. Dus, als er iets mee gebeurt, hij gaat kapot of weet ik veel wat, dan meld ik mijn eigen, dus zie je hem nooit meer terug. Dan doet hij het zo. Of je moet zeggen, nou ja, willen we hem nog eens zien hoe hij er dan nog uitziet. Dan kan dat ook. Nu ga ik er de meter weer in leggen, die heb ik eruit gepakt. Dat is toch wel iets, daar zit er niet standaard in, maar die heb ik wel nodig. En dan gooi ik hem weer in de auto. Dan heb ik hem in ieder geval bij, want als ik hem hier laat staan, dan heb ik er niks aan. Vragen hierover, hieronder stellen. En, vergeet ik het bijna te vertellen, duimpje omhoog als je het leuk vindt. En ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik sluit af zoals ik altijd doe. En dat is zoals we in Brabant zeggen. Houdoe!